het affiche Feyenoord uit is natuurlijk aantrekkelijker dan Heerenveen thuis. Een heleboel redenen waren er waarom dit een moeilijkere wedstrijd werd. Als je naar de wedstrijd keek, voor mijn gevoel wervelde het iets minder dan de afgelopen weken soms. Toch, als je dan naar de statistieken kijkt, ja, dan is PSV eigenlijk, ja, als je kijkt naar de expected goals, je kan er meer dan 4 maken. Eigenlijk heeft ook geen moment het idee gehad van, goh, PSV gaat hier punten laten liggen. Oeh, daar ben ik niet met je eens. Nee? Nee. Maar het is gevoel, hè? Ja, nee, goed. Dus je hebt helemaal gelijk als je naar die expected goals en dat soort dingen kijkt. Maar ik vond het met name de eerste helft veel te open liggen. We waren niet compact genoeg. Iedere keer wanneer wij een aanval niet wisten af te ronden, dan konden zij toch een counter plaatsen. En dat heeft ermee te maken dat we niet compact genoeg stonden. Dat we niet doordekten op het moment dat we nog aan het aanvallen waren. Waardoor we er weer kort op zaten om meteen weer druk te zetten. Een aantal keren wel, maar ook een aantal keren niet. En als het dan lang 1-0 blijft en er wordt een goal afgekeurd en je vlak daarna schiet je een bal op de lat, dan gaat het wel even door je hoofd van het zal toch niet zo'n avond zijn dat je nog gelijk gaat spelen. Is dat een soort mentale barrière, die 10 punten voorsprong? Wordt het daarna makkelijker? Of het daarna makkelijker wordt? Dat denk ik niet. Ik denk wel, waar we nu mee bezig zijn, want daarom heb ik ook met de jongens voor de wedstrijd gesproken over het feit dat dit eigenlijk een moeilijkere wedstrijd is. Om een heleboel redenen. Hè. Het affiche Feyenoord uit is natuurlijk aantrekkelijker dan Heerenveen thuis. Een heleboel redenen waren er waarom dit een moeilijkere wedstrijd werd. En dat zie ik als een mentale barrière om ook nu weer te winnen. Dat vind ik gewoon heel knap. Nou, dan komt Arsenal op bezoek. Ja, het gaat eigenlijk niet meer om de punten. Wel om de knikkers, maar niet om de punten. Is het een idee om spelers dat je rust gaat geven? Speelt dat in je hoofd? Nee, maar dat gaat ook gebeuren. Ja, ja. Komt er nog wat terug richting Arsenal, denk je? Van degene die er nu allemaal niet bij zijn? Even kijken. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog niet met de medische staf gesproken. Maar Chucky sowieso niet, omdat hij geschorst is. Dus die krijgt daardoor natuurlijk nog even iets meer tijd om te herstellen. Noah zal er nog niet bij zijn. En Jordan weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb hem net wel gezien, maar ik weet niet of die door de dokter zal worden vrijgegeven. Dat weet ik niet. En Jeddy, dat weet ik ook nog niet. Dus we hebben voor vandaag besloten. Het had gekund als het echt moet. En dat hebben we besloten om dat niet te doen. Dus dan gaan we kijken of we dat wel gaan doen tegen Arsenal. Peter, in 87-88 won PSV de eerste 17 wedstrijden van het seizoen. Jullie zijn hard op weg om dat record in ieder geval te evenaren. Hoeveel waarde hecht je aan dat soort records? Niet zoveel waarde aan, maar ik vind het wel heel bijzonder. En als je ziet hoe vaak we het nu al hebben over dat elftal, dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als mensen over 30, 35 jaar over dit elftal op die manier respectvol spreken. Je weet vast ook hoe dat seizoen eindigde voor PSV. Ja, dat weet ik. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Namelijk? Dat ze de beker gewonnen hebben. En de landstitel. En de Europa Cup. En de Europa Cup 1, exact. Mooi doel. Nou, dat is wel heel hoogdravend. Ik zou al blij zijn als we de volgende wedstrijd weer winnen.